Welkom bij Topnames, iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. Te gast is Kirsten Brand. Kirsten, je bent van Remember. Klopt. Wat doen jullie? Remember is een digital learning agency. En nou, dat wil zoveel zeggen als dat. Wij ontwerpen, ontwikkelen, schrijven en bouwen digitale leeroplossingen voor organisaties. Voor organisaties. Ja. Digitale leeroplossingen, ja. Wat is dat? Ja, nou, dat zijn leeroplossingen met een digitale component. Dus, ja, maar leeroplossingen even in een gewone mensentaal? Gewone mensentaal. Ja. Via e-learning gewone mensentaal. Geef eens gewoon een praktisch voorbeeld. Praktisch voorbeeld. Wij maken een bedrijf. Ja. Wij werken bijvoorbeeld voor Volvo. Hebben wij een app gemaakt voor vrachtwagenchauffeurs. Hoe zij efficiënter, veiliger kunnen rijden in hun nieuwe vrachtwagen. En zij krijgen nu niet alleen de sleutel op het moment dat ze een nieuwe vrachtwagen krijgen, maar ook een app. En daar kunnen zij vragen in beantwoorden, tips en tricks krijgen om te leren om efficiënter en beter om te gaan met hun vrachtwagen die ze nieuw hebben gekocht. En daar het beste eigenlijk uit te halen. Ja. Als jullie, jullie hebben maatoplossingen. Het bedrijf komt bij jullie en met het bedrijf ga je kijken van wat is de vraag, wat wil je bereiken. Ja, ja, ze komen bij ons met een leervraag, vandaar ook eigenlijk leeroplossing. Het is een beetje de brede, dus er is vaak een leervraag en we proberen natuurlijk daarmee ook de organisatie verder te helpen, maar de oorsprong ligt in een leervraag. En dan gaan wij kijken naar wat is de doelgroep, wat is het type organisatie, wat is de inhoud van de leeroplossing en dat maken wij op maat voor het betreffende bedrijf. Ja, en wat is daar dan heel specifiek aan? Ik probeer even te bedenken waar jullie zeg maar kerncompetentie dan ligt. Is dat, zit dat in de pedagogiek of in de methodiek van leren? Is dat de digitale expertise die je hebt? Waar zitten jullie? Nou, het is eigenlijk precies die mix. Het is aan de ene kant het goed kijken naar de doelgroep en de inhoud. En hoe je die inderdaad didactisch het beste overbrengt naar de eindgebruiker. Wij zijn ook technisch onderlegd, maar we zijn wel technisch onafhankelijk. Dus wij kunnen vooral kijken naar uiteindelijk welke technische oplossing ondersteunt het best dat didactische concept. Nee, je krijgt geen platform gratis bij jullie. Nee. Hoe kunnen die oplossingen verschillen? Kan je nog eens een voorbeeld geven wat heel anders is dan de app voor de vrachtwagenchauffeur? Heel ander voorbeeld, Vodafone. Hebben wij een sales academy voor gemaakt. Vodafone heeft een direct saleskanaal, maar ook een indirect saleskanaal. Het zijn hun business partners. En die moeten niet alleen hun producten en proposities van Vodafone kennen. Die verkopen natuurlijk ook de andere merken. Dus zij moeten zo rood mogelijk zijn. Maar Vodafone wil ze ook verder helpen in hun sales skills. Dus hebben we een blended platform gemaakt waarin zij zowel de producten en proposities leren kennen, zo snel mogelijk, want het zijn salesmensen, als zich kunnen inschrijven voor een passende sales skill training, dus echt vaardigheden. Wat voegt een digitale leeromgeving toe boven een niet-digitale leeromgeving? Ze kunnen ook in de klas gaan zitten. Ja, dat klopt. Had Vodafone gewoon op. Als je daar solliciteerde. Als je daar aangenomen werd, dan ging je eerst 2 maanden op training. Ja, dat kan. Ja, nou, dat zou op zich qua leerstof wellicht nog steeds een passende oplossing zijn. Maar ik denk dat het digitaal duurzamer is. Dus je kunt meer mensen trainen, je kunt voor langere tijd dezelfde stof hergebruiken. Ik denk ook dat de business case snel te maken is om iemand 2 maanden ergens op de hei neer te zetten. Of mensen digitaal dingen te laten leren, continu in kleine brokken aan te bieden. En in dit geval van Vodafone gaan ze nu nog maar 1 dag per jaar naar de hei. Dus dat scheelt aanzienlijk. En hoe krijgen zij dan die stof tot zich? Krijgen ze elke ochtend een notificatie op hun mobiel of op hun desktop, er staat een nieuwe les voor je klaar. Hoe werkt dat? Ja, liefst niet iedere dag, want dan op een gegeven moment klikken ze hem weg. Dus we hebben gekeken naar een goede cadans inderdaad, wanneer je mensen er weer bij trekt. Maar ook, we zetten regelmatig nieuwe content klaar. Daar kunnen ze dan naar kijken. En wat we hebben geprobeerd te doen, is het zoveel mogelijk op maat te maken voor het individu. Dus je hebt business partners, nou even in het voorbeeld van Vodafone, en dat proberen we dan natuurlijk ook bij anderen te doen. En verschillende business partners zijn op verschillende niveaus, verkopen verschillende producten. Nou, het is niet zo relevant voor mij om over een product te gaan leren, wat ik helemaal niet verkoop. Dus dat is een eerste selectie die we maken op die content. En vervolgens ben ik sales en ik
heb het idee, ik zit al 20 jaar in het vak, ik weet het wel. Mm-hmm. Dan heb ik ook geen zin om alles per se door te moeten. Dus wat hebben we gedaan? We hebben voorafgaand challenges bedacht, die maken ze. Maak je die heel goed, dan heb je inderdaad minder leerstof. Maak je die minder goed, dan moet je toch meer door. Dus op die manier krijgen ze het gedurende het hele jaar lang nieuwe producten, nieuwe proposities, maar wel afgestemd op het individu, zo efficiënt mogelijk. Zij moeten gecertificeerd zijn, dus zij moeten continu 80% van online gescoord hebben. En dat zakt dus gedurende de tijd, want als er nieuwe proposities bij komen, dan zakt die dat percentage. En ze moeten 1 klassikale training hebben gevolgd. En een vrachtwagenchauffeur, ik kan me wel eens over de voordelen gaat. Ja. Ik kan me zo voorstellen dat het een voordeel is dat het niet locatie of wel locatiegebonden is, zeg maar in de vrachtwagen, zich afspeelt. Ja. Ja, dat is ook anders dan een ding. Wat moet de chauffeur doen? Daar hebben we dus ook bewust gekozen voor een app. Als je het dan hebt over, dan kijken we dus naar wat is dan de beste technische ondersteuning van de oplossing. Dus dat is een native app geworden. En de chauffeur die krijgt vanaf het moment dat hij de sleutel krijgt, krijgt hij iedere week nieuwe journey aangeboden, noemen we dat dan. En daarin zitten vragen en die kan hij beantwoorden. En als hij scoort, dan kan hij tips en tricks ontsluiten. En hij kan rechtstreeks naar zijn handboek. Dus als hij echt meer wil weten erover, dan kan hij dat opzoeken in zijn specifieke handboek. En het voordeel van Volvo, de case, is dat er in iedere truck zit er ook een smartcard. En daar kan het rijgedrag van de chauffeur op worden gezien. Of in ieder geval op zekere hoogte gemeten door Volvo. En we hebben die data. En we hebben de leerdata. Dus we kunnen ook zeggen, als wij zien dat de persoon veel 's nachts rijdt of 's avonds rijdt, is het wellicht handig om hem dat stuk van de learning journey eerder te geven in het proces. Mm-hmm. En dat kunnen we op elkaar afstemmen. En dat is denk ik ook wel waarom die case zo'n mooi voorbeeld is en waarom ik hem ook aanhaal nu. Ja. Is omdat wat wij heel erg proberen is de werkelijkheid, het werk van iemand, dichter naar het leren toe te brengen. En of dat nou middels data gaat om gepersonaliseerd leren, of je doet bij Vodafone een challenge om dat te meten, of dat komt uit een smartcard, dat is wel waar wij denken dat het naartoe gaat. Ja, ik las ergens dat jullie bedrijf, dat jullie 5 jaar geleden begonnen zijn, 2014. Ja, in augustus 5 jaar. Ja, wat zijn, als je terugkijkt, maar ook als je vooruit kijkt, wat zijn nou de grote ontwikkelingen in het digitaal leren? Ja. Dat is eigenlijk nog een hele jonge bedrijfstak natuurlijk. Ja, het bestaat al wel wat langer en dan meer in e-learning. Ik denk dat dat al wel langer bestaat. Ik heb ooit zelf ook nog echt CD-ROM e-learning gemaakt. Dat ging eigenlijk gaan anderen meer nog over wel verder terug. Interactiviteit en je verschillende levels was nieuw. En maar dat ging wel heel afhankelijk erg over van je antwoorden kreeg je, weet je, dat waren bijna scripts waar je doorheen ging. Ja, en dat ging ook veel over kennis. Ja. En eigenlijk alleen maar kennis. En inderdaad, de interactie en de vragen waren spannend. Ja. En ik denk ook, zelfs al als we nu naar 4,5 jaar geleden kijken, wat wij voor het eerst maken, waren wel grotere platforms. En opkomend was ook toen al wel het social learning. Dus inderdaad moeten we niet iets met vragen en antwoorden doen. Sinds het, dat is in het vakgebied een hele bekende, het 70-20-10 principe is losgelaten. Dus je leert maar 10%. In een formele setting, 20% van collega's, 70% op het werk, zie je een hele sterke beweging de kant op van, goh, hoe moeten we nou dichter tegen het werk aan gaan zitten? Termen als performance. Ja, dat is eigenlijk de basis van alles wat jullie doen. Ja, veel in 70-20-10. Wel. Dus als veel je die, wel. En technologische ontwikkelingen. Als je die 10 richting die 70 kunt krijgen, dan. Ja, ik roep dan zelf altijd, we moeten gewoon zorgen dat u 100%, die 10 blijft ook, belangrijk. Maar hoe krijg je dat dichter naar elkaar? Hoe krijg je, leren is werk, werk is leren, hoe brengen we dat dan samen? En dat gaat heel erg natuurlijk over het individu, over ik wil het weten of leren wanneer ik dat nodig heb. Daar moeten we iets mee, denk ik. Dus als ik dan vooruit kijk, dan zit het daar, dan zit het voor een stuk in data. Dus echt de data-driven learning ga je dan bijna naartoe. Waar moet ik dan aan denken? Dat als ik iets verkeerd doe op mijn werk of iets wat, laat ik zeggen, ik begin overnieuw. Verkeer. Als ik iets doe wat niet optimaal is, dat ik dan de volgende dag
in mijn leer-app een lesje krijg die specifiek is toegesneden op iets wat ik de dag ervoor niet helemaal optimaal gedaan. Ja, dat zou daarover kunnen gaan. Maar ook grotere groepen, waar we nu naar aan het kijken zijn met die Vodafone Academy, is zij slaan data al jaren op in Salesforce over hun sales KPI's en sales performance. Maar zouden we dus een verband kunnen leggen tussen wat ze daar doen en wat ze in de Academy doen? Want als we dat natuurlijk bij elkaar kunnen brengen, dan kan je inderdaad gaan zeggen van, nou, als je je performance blijkbaar in jouw pijplijn bij het closen van de deal, nou, daar val je toch wel naar beneden. Hoe kunnen we dan informatie daarop sturen? Dan begin ik het ook altijd helpen. wel weer in te vinden. Ja. 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 Want dat betekent dus, dat is toch een soort Big Brother systeem waarbij je alles monitort wat er gebeurt. En afhankelijk van de indicatoren mensen gaat verbeteren. Ja, dat gaat helpen. Het kan ook op teambasis. Het hoeft natuurlijk niet op individueel niveau. Maar ja. Merk je dat leeft? Die vragen over die Big Brother? Ja? Nou ja, ook over natuurlijk de privacywetgeving. We hebben daar ook e-learning modules overgemaakt om mensen dat te vertellen, maar dat is ook zeker iets wat speelt. Ja, ja, wij maken, als wij platforms maken, krijgen wij veel data binnen en daar maken wij duidelijke afspraken over. En daar moeten mensen zich ook bewust van zijn. Wat natuurlijk wel zo is, is dat het binnen een werkzetting is. Dus mensen zijn medewerker, mensen zijn in dienst van. Ja. Maar het is, ja. Het is het doel om mensen te helpen en te laten groeien. En je leert volgens mij over het algemeen het meest of het makkelijkste in ieder geval, als je zelf het gevoel hebt van ik heb dit nodig. Hè, ja. Dit helpt mij in mijn dagelijkse werk. Ja. Terwijl dit toch meestal bedrijfsgestuurde dingen zijn. Het bedrijf vindt dat jij dat moet leren. Ja. Ja, wat kunnen jullie eraan doen of hoe kunnen jullie erop inspelen? Of hoe kunnen jullie ervoor zorgen dat iemand die misschien eerst dacht dat hij er nog niet aan toe was of het niet nodig had, dat toch hoort? Nou, die moetjes, noemen wij ze, die blijf je wel houden. Er zijn bij banken zijn er gewoon bepaalde afspraken dat ze die modules moeten doen. Ja. Compliance gedreven vaak of wetgeving. Maar wat we proberen bij de, en we zien dat wel veel meer hoor trouwens steeds, dat het niet meer moetjes zijn, maar dat het vrijblijvend wordt. Dan gaat het, ik vind dat het zelf dan heel erg in een soort driehoek komt tussen marketing, communicatie en leren. Want het gaat natuurlijk dan heel erg over het vermarkten van wat je hebt gemaakt. We zijn veel bij bedrijven bezig over digitale transformatie. Dat is dan nu een hot topic. En dat merken wij dan in de vraag. En dan hebben we zowel voor Heineken als Friesland Campina als Arcades een platform gemaakt wat vrijblijvend is voor mensen. Want het is niet een topic wat ze moeten doen daar intern. En dan zie je hoe belangrijk de campagne eromheen wordt. Dus dat je echt intern via ook de bestaande kanalen gaat werken. Dus Jammer, als we dat al hebben, SharePoint. Het echt stimuleren van mensen om er naartoe te gaan. Incentives werken toch ook nog wel dan heel goed. Wat kun je ermee verdienen? Arcades heeft daar een heel mooie, die heeft een hele expeditie gemaakt. Dus dan doe je online doe je het. Heb je het allemaal voltooid, dan mag je solliciteren om echt op real life expeditie te gaan. Dus daar zien we dat daar heel veel mee gespeeld wordt. En dan zie je ook wel echt hoge scores op mensen die er naartoe gaan. Ja. En hoe ze dan te houden, is dan natuurlijk weer een vervolgvraag. Dus ook weer nieuwe content aanbieden, nieuwe prikkels. Het is niet een afproject, hup, we zetten het neer en dan draait het voor 5 jaar. Hoe als de vraag binnenkomt, digitale transitie. Ja. Jullie kennis is in eerste instantie is kennisoverdracht. Hè? Daar ligt jullie deskundigheid. Niet ieder onderwerp wat langskomt bedoel ik. Hè? Je wist, ik neem aan dat jullie niks van Mercedes vrachtwagens wisten voordat jullie eraan begonnen. Nee. Kun je zo'n traject eens schetsen? Want, ga je daar zelf in verdiepen? Wie zijn er dan betrokken bij zo'n traject? Om daar goed invulling aan te geven. Ja, nee, ik heb er zelf in gezeten in een Volvo truck. Oh, ja. En meerdere mooi. Collega's. Ja. Vind ik het leukste van wat wij doen. Wij krijgen vaak een vraag. We doen een intake. We vragen meer wat doelgroep, wensen, doelen. Niet alleen leerdoelen, maar ook echt wel het bedrijfsdoel wat ermee gemoeid is. Dan komen wij vaak met een conceptvoorstel.
Daarin zit een stuk didactiek waar we het net over hadden. Uiteindelijk de technische oplossing waar wij van geloven dat die het best past. Ook grafisch, hoe ziet het eruit? Wij zetten daar wel heel erg op in dat de gebruiker echt iets wil hebben wat mooi is en wat gebruiksvriendelijk is. En als we daarmee verder gaan, dan gaan wij de content induiken. En dan mogen wij altijd overal een kijkje in de keuken nemen. Dat moet ook wel. Ja, maar dat is het leukste. Dat is echt, ik heb op de truck gezeten. We hebben... En dan interview je 10 vrachtwagenchauffeurs. Nou, dus we hebben daar trainers. Ja. En we gaan kijken bij een echte vehicle handover, de sleuteloverdracht. Het is natuurlijk ook heel arbeidsintensief. Maar de ratio daarachter is natuurlijk wat je eigenlijk net vertelde. Uiteindelijk bespaart het natuurlijk ook heel veel geld. Ja. Want het is natuurlijk schaalbaar. Het is schaalbaar. Je kunt het makkelijk updaten met nieuwe stof of met nieuwe inzichten. Dus uiteindelijk voor bedrijven is de reden om met jullie in zee te gaan. Uiteindelijk dat ze geld opleveren. Nou ja, Volvo bijvoorbeeld wordt nu vertaald in 9 talen. Dus dat is begonnen in het Nederlands en het Engels. En dan vertalen ze nu volgens een Zweeds bedrijf. En andere landen wilden het ook kopen. We hebben het natuurlijk hier aan tafel heel vaak over businessmodellen. En hoe doe je dat soort dingen? Het is natuurlijk een waanzinnig mooi uitgangspunt als je pitch eigenlijk is. We hebben een product en dat bespaart jouw geld. Ja. Werkt dat bij jullie zo? Wij mogen wel meedenken vaak in die business case. Ja. We hebben bijvoorbeeld nu zijn we heel druk bezig met bij ANWB. Die moeten iedere zomer callcenter medewerkers natuurlijk trainen als een gek. Want dan gaan we met z'n allen op vakantie en dan staan we natuurlijk allemaal met pech langs de weg. En dan bellen we allemaal met de ANWB. Ja. Ook al rij je in een Volvo of iets anders. Hm. Je belt nog met de ANWB. Nou, ik niet hoor, maar... Dat is wel hetzelfde, toch? Ik ben geen lid. Maar je kan wel lid worden ter plekke, dat is alleen iets duur. Niet als je in Italië langs de autoweg staat. Nee. Maar zij moeten in een hele korte tijd heel veel mensen trainen. Ja. Dat deden ze in 4 weken klassikaal. Ja, als wij dat kunnen, we hebben dat nu teruggebracht naar 60 uur trainingstijd. Dus dat is minder dan 2 weken. Ja, die business case maken we met hen. Ja. En dat is deels digitaal, deels klassikaal. Het gaat natuurlijk uiteindelijk ook om dat je met het eindproduct wel hetzelfde resultaat bereikt. Of misschien een beter resultaat bereikt. Want die mensen moeten zich ontwikkelen, moeten groeien. Anders kan je het wel tijd verkorten, maar... Jij komt ook echt uit de opleiding en training van personeel. Je hebt voor Randstad gewerkt. Ja. Wat zag ik nog meer? Thinkwise, waar je eigenlijk hetzelfde deed. Boutine Groep. Dan komt in 2014 ergens het moment van... en nu stop ik met voor anderen te werken en ik begin voor mezelf. Ja. Hoe werkt dat? Dat is eigenlijk wel iets wat al langer speelde. Als ik later groot ben... En ik voel me in 2014 nog niet per se groot. Nog steeds niet. Maar toen dacht ik, dit is wel wat ik wil. Ik zat bij Randstad aan de interne kant. En toen, om ook te ontdekken of dat niet meer past. Maar toen dacht ik, nee, ik wil echt naar de bureaukant. En dan wil ik voor mezelf. Ik geloof in een bepaalde bedrijfscultuur. Dus los van de oplossing die we maken, de projecten die we doen. Het vak waar ik in zit. Vond je dat een stap toen? Om te gaan ondernemen? Ik vond het... Echt een drempel over... Nee, ik vond het te gek en ik vind het nog steeds te gek. Ja. Ja, nee, ik heb er echt geen seconde toen ook... Je komt allemaal nieuwe problemen tegen. Ja. Je moet opeens mensen gaan zoeken. Zeker. Ik heb ook 2 geweldige coaches aan het begin gehad die mij daar heel erg in geholpen hadden. Ik had nog de begrotingen, de boekhoudsystemen, op die kant natuurlijk. Ja. Maar het vakgebied en het ondernemen... Nou was je helemaal geweldig. in thuis, in het vakgebied. Ja. Hoe hebben jullie dat opgebouwd? Want er staat nu een flink team, volgens mij 15 mensen of zo. 27 inmiddels. Zo, heb ik er een paar gemist. Toen Of ze staan niet allemaal... Ze zijn net geüpdate vanochtend. Dan heb ik eerder gekeken. Hoe kom je van dat idee tot waar je nu staat? Wat is er... investeringen, partners? Nee, we zijn gewoon met z'n 3 gestart aan een tafel bij een bevriend bedrijf in. En het eerste project was voor Randstad. Ja. Jouw oud werkgever? Mijn oud werkgever. Ja. En daarna zijn we gewoon op zoek gaan naar nieuwe projecten, mensen aannemen. Weer nieuwe projecten. Toen hadden we 2 tafels, toen hadden we 3 tafels. Toen zeiden ze, jongens, kunnen jullie naar een eigen kantoor? Het wordt een beetje vol. Toen zaten we in een nieuw kantoor. Hebben we 1,5 jaar gezeten. En nu sinds ruim een jaar zitten we in weer een nieuw kantoor.
En hier hopen we wel eventjes te blijven zitten. Ja, maar helemaal zelf gefinancierd, ja. Nog steeds met hetzelfde team. Ja, nou, ja. We zijn met z'n drie gestart en inmiddels zijn er twee partners bijgekomen. Ja. De twee waarmee ik gestart ben, Hans van Os en Iris Kolen, die zijn iets meer naar de achtergrond gegaan. En ik heb altijd gezegd, ik ga niet in mijn eentje de dagelijkse leiding doen. Geloof ik niet in. Ik geloof heel erg in je kracht staan en mijn kracht is niet alles. Dus heb ik aanvulling opgezocht en Joost en Jaap zijn daarin partners. En die samen mogen we de operatie faciliteren, dragen. En wij hebben hier heel vaak start-ups, bedrijven die willen een platform beginnen. Ja. Want dat is nee, schaalbaar. Ja. Schaalbaar, internationaal. Groot. Unicorn, is dat voor ook. De kennis en kunde die jullie hebben, is daar op dat gebied ook nog winst halen, of zeg jij, er is zoveel maatwerk dat als je dat eigenlijk gaat veralgemeniseren, dan verlies je de details die ervoor nodig zijn om iets echt goed te doen. Ja, ik denk dat het niet zo schaalbaar is als een platform. Ik denk dat wij werken projectmatig, op projectbasis. En ik denk dat onze kracht hem juist zit in die creativiteit en dat inderdaad dicht op de bal. We zijn ook een hele platte organisatie. Ik denk dat ook heel veel bedrijven dat wel echt fijn vinden aan ons en daarom voor ons kiezen. En ik vind dat zelf ook heel leuk. Mm-hmm. Dus als je inderdaad, ja, waarom ben je dat toen gestart? Ik geloof heel erg in de cultuur, in een platte, open cultuur. Veel verantwoordelijkheid bij iedereen. Dus ik wil ook niet alles dragen of samen met Jaap en Joost alles dragen. Ik vind dat en dat model maakt dat mensen heel erg gaan groeien in mijn beleving als het bij je past. En dat maakt het enigszins schaalbaar. Maar ik denk niet op het niveau inderdaad van een platform. Maar het is ook niet het grootste doel van de operatie. Wat is jullie visie daar wel op? Want we hebben hier natuurlijk we hebben veel start-ups. En als je dan zegt, over 5 jaar, dan zegt ze, dan moeten we minimaal Duitsland, Frankrijk en Amerika hebben veroverd. Ja. En hebben jullie überhaupt dit soort plannen? Nou, we, in die zin werken we natuurlijk al wereldwijd. ING is 55.000 man wereldwijd, die zien onze modules. We werken al in allerlei talen. Ik zou het zelf heel leuk vinden om wellicht inderdaad nog te verkennen om een vestiging in het buitenland of een apart iets in het buitenland te starten. Maar ik denk dat voor ons het grootste is dat we heel veel lol houden in ons werk. Dat de cultuur overeind blijft van het bedrijf, is heel waardevol. En dat we gewoon hele gave dingen blijven maken. En om dat te blijven doen, volgen we technologieën, volgen we bedrijven en zijn we daar continu mee bezig. Ja, maar dat is een middel naar een ander doel. Heel veel passie is het vooral. Heel veel lol ook. Ja. Nou, je eerder vroeg Roeland je al van, hè, wat, als je nu kijkt van de situatie een aantal jaar geleden toen jullie begonnen en nu. Maar veranderen de inzichten over hoe mensen, over hoe wij leren? Zijn die veranderd? Veranderen die? Ik denk dat ze wel verschuiven, maar of ze echt in de basis veranderen, denk ik niet. Ik denk wel dat we de beweging dus steeds meer naar het werk toe. Ja. Waar we eerst die tiendaagse sessie buiten het werk, naar de hei of in een hotel, toen ik bij Boutin zat ook nog, heel, heel belangrijk vonden. Denk ik dat mensen het wel steeds minder nodig vinden om dan zo lang ergens afgesloten te gaan zitten. Ik geloof dat laatste Ben Tichelaar er ook een column over schreef. Van ja, mensen hebben helemaal geen behoefte om te leren of opgeleid te worden. Terwijl mensen wel behoefte hebben aan groei en persoonlijke groei. Dus ik denk dat daar wel een verschuiving in zit. Maar de basisprincipes denk ik wel dat. Wat betekent dat voor de manier waarop jij naar onderwijs kijkt? Want daarvoor, tot je gaat werken, zit je wel in de schoolbank. Ja. Huh? Wat me daar vooral heel erg opvalt, is dat natuurlijk de kennis die ze daar op doen, maar goed, dat is meer ook algemeen, die is natuurlijk snel verouderd. Dus ik denk dat, net als in je werk, je ook veel moet gaan focussen op je skills en dat je die kennis wel dicht op het werk continu kunt op blijven doen via dan digitale middelen of performance support of anders of collega's. En dat je in je studie eigenlijk meer zou moeten focussen op skills. En het verandert zo snel.
Nou, maar is dat echt zo? Of zeggen we het steeds allemaal tegen elkaar dat het zo snel verandert? Nou, ik denk wel dat er veel verandert. Ik heb wel het idee dat bedrijven... zo'n digitale transformatie. We krijgen veel transitie aanvragen. Leg me dat uit. Wat betekent dat nu? Wat is men nu aan het doen wat men de afgelopen 25 jaar had kunnen doen? Had kunnen doen, ja. Nou, 25 jaar weet ik niet, maar ik pak gewoon internet eventjes. Ja. 1994 ongeveer hadden ze kunnen beginnen. Ja. De kennis, dat... Nou, ik denk dat er ook wel veel bedrijven dat voor lange tijd niet hebben gedaan. En veel processen in gang of in stand hebben gehouden. En dat het nu zo snel gaat, dat ze daarom wel een inhaalslag nodig hebben. En ik denk ook dat er soms misschien wel de wil is om daar naartoe te gaan. En ergens bij sommige mensen ook wel de kennis. Maar niet zozeer het bewustzijn van wat betekent dat nou dan voor mij. Ik weet dat dat bij Heineken heel erg was. Van een digitale transformatie. Ja, maar wij maken toch bier? Hoezo moeten wij iets met big data? Terwijl het wel van invloed is op het merk, de organisatie. Maar ook vaak op je rol. En daar proberen we mensen dan eerst een soort bewustzijn mee te kweken. En dan kunnen ze er verdieping in. En kijken wat dat dan specifiek gaat inhouden. Wat ze anders zouden moeten doen. Mm-hmm. Of misschien wel niet. Misschien voor sommigen helemaal niet. Nee. Je staat in de Viva op de lijst van zakenwonders. Nou, dat is wel een mooie, lijst. Van vrouwen die bijzondere zakelijke dingen hebben laten zien. Ja. Staat er verder nog wat op je bucketlist? Ja. Dat is niet op mijn bucketlist. Nou ja, als je zakenwonder bent voor de Viva, ik zou heb denken je toch van, alles al behaald? Ja, dan ben je er. Wat zou je... Voor jou persoonlijk dan? Want voor mij persoonlijk, ja. Nou, waar we recent mee gestart zijn, en dat zou ik wel meer willen doen. We zijn een maatschappelijk initiatief gestart naast Remember. We hebben de nationale AI-cursus gemaakt, een gratis cursus voor alle Nederlanders. Ja. En, met Jim Stolze. Ja, met Jim Stolze. En daar ligt denk ik voor mij wel een persoonlijk doel. Hoe kan ik sommige onderwerpen die wellicht abstract zijn... Die je maatschappelijk relevant vindt? Die wij maatschappelijk relevant vinden. Of die anderen maatschappelijk relevant vinden. In dit geval Jim inderdaad, die het aankaarten. Naar een grotere groep toe brengen. En dat vind ik wel heel mooi. Daar zou ik wel meer mede mogelijk gemaakt door SIDN Fonds volgens mij. FME zit erin. Ze hebben een aantal grote sponsoren. Ja. Rabobank, Deloitte... we proberen samen dat voor elkaar te krijgen. We zijn een stichting gestart. En zouden daar wel meer onderwerpen in willen behandelen. Ik zou persoonlijk heel graag nog een keer een stuk doen ook over klimaatverandering. Ik denk dat je veel wat je hoort van het nieuws wordt beïnvloed natuurlijk door je opleiding, je achtergrond. Ja. Maar dan gebruik je eigenlijk je kennis van hoe je kennis overdraagt. Ja. Om maatschappelijke thema's aan de orde te stellen. Ja, en tegelijkertijd... En de zin van de onzin te scheiden. Ja, de zin van de onzin en zo objectief mogelijk beeld te geven. Zaken. Maar ook handzaam voor alle Nederlanders. Wat echt wel een andere uitdaging is dan, ook al zijn het 55.000 mensen, alle medewerkers van de ING. En dat leer je natuurlijk ook als je voor doelgroepen, verschillende doelgroepen... Ja, maar dan is alle Nederlanders echt nog wel een stukje moeilijker. Dat vond ik persoonlijk echt een leerding. En ik zou dat wel meer willen doen. Naast... Kost geld, tijd. Kost geld en tijd, maar is ontzettend gaaf. Ja. Hey, hoe verankeren jullie in je bedrijf dat jullie zelf blijven leren? Op heel veel verschillende manieren. Wat ik al zei, we hebben een hele open cultuur. Dus we hebben sowieso kwartaalsessies om alle cijfermatige dingen met iedereen te delen. Zodat iedereen dus ook snapt dat hij onderdeel is van en dus ook direct invloed uitoefent op alles wat het bedrijf draait. We hebben voorjaarssessies, najaarssessies. We zijn druk bezig met een officieel onboardingprogramma. We hadden nu een onofficieel onboardingprogramma. En we hebben interne teams, specialisatieteams. Een team meer op design en techniek, een team meer op content en een team op meer projectmanagement. En die hebben eigen sessies en daar mogen ze ook experts van buiten halen om zichzelf te ontwikkelen. Hm? En coaching, best wel veel. Ja, kan ook niet anders als je voor leren staat, toch? Nee. Mooi verhaal. Ja. Binnen een paar jaar zo'n mooi bedrijf uit de grond gestapt. Dankjewel. En jullie bedankt voor het kijken. We zijn er volgende week weer. Iedere dinsdagavond zijn we. Ga jij eigenlijk nog op vakantie binnenkort zeker? Ben je nog een dinsdag niet?
Ja, ik ga de voorjaarsvakantie. Wanneer is dat? Nee, niet volgende week. Ik weet het niet. Misschien ging het om mij nog. Naar Zweden bedoel je? Ja. Ja, dat kan nog. Ja. Ja. Ik mag weer schaatsen, dus... We hebben het er nog wel over. Maar geen garantie dat we elke dinsdag hier zitten, maar bijna alle dinsdagen zijn er. Absoluut. Ja. En we bedanken, zoals altijd, Bier & Co. voor de biertjes, Jetstream voor de livestream, PQR voor de hosting van de website en Freedom Lab voor de gastvrijheid. Tot volgende week. Dag.